19 juni 2013. Zes inwoners van Huizen, onder aanvoering van scharrelslager Michel Welling, staan voor een loodzware taak. Het kiezen van de Gooise bal 2013. Het is niet zo makkelijk deze keer om de ballen te jureren. Het is niet een smaak die je dagelijks tegen. Alle gehakt wat er aangewend wordt is maat. Had ze zout gedaan, dan was het misschien wel geweest dat ze zij of hem had gewonnen. Zou dit één zijn niet meer? Ja, dit ja. Wat is jouw favoriet, Peter? Ik ben van die eerste bal. Deze, dat is nummer 1. Ja, leuk. Ja. Ik wil hier nog een stukje van. Ik zeg, dat was het voor dit jaar. Michel, wat gebeurt er allemaal? De Gooise bal? Nou, wij hebben dit jaar voor de tweede keer op rij hebben we de verkiezing gehouden van de Gooise bal. Vorig jaar zijn we begonnen. Heb ik samen met een jury hebben we geprobeerd om te zoeken naar de Gooise bal. De Gooise bal is een naam omdat wij natuurlijk hier gevestigd zijn in het Gooi. Dat is met heel veel enthousiasme ontvangen en wat erg leuk is voor ons als slager, wij hebben natuurlijk elke dag verkopen wij gehakt. Mensen komen dat product halen en iedereen die maakt voor zichzelf of voor hun kinderen of voor wie dan ook, maakt de lekkerste gehaktbal. Een gehaktbal moet sappig zijn, goed op smaak, een mooi korstje en bovenal gewoon lekker makkelijk te eten en niet droog. Wat we dit jaar gezien hebben is dat er ook mensen zijn die met rundegehakt, zoals de winnaar die daar echt uitsprong. Dus met een heel mager product, maar toevoeging van de goede producten met olie en met vocht. Dat drogere product heel smaakvol en heel sappig kon krijgen. Dan gaan we. Dan heb ik hier allereerst de eeuwige roem in je holkomde. Het is geweldig, het ziet er goed uit. Hartstikke bedankt voor je deelname in ieder geval. Heel graag gedaan. En ik nodig je bij deze graag uit om volgend jaar toch weer mee te doen. Daar kan je op rekenen. Ja, wie weet. We gaan voor de... Hier gaan we geld. Eerste plaats. Dit is de check die erbij hoort. Dank je zeer. En de bosbloemen. Ik vind het geweldig. Hey. Hartelijk dank. Van harte. En gefeliciteerd. Ja, oké. Okay. Ja, we moeten even... Nou, wat een vraag. Ja. Nou, nummer 1. Maar niks. Daar gaan we. Allereerst nog een keer... Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt voor je deelname. Ja, hartstikke leuk. Ik heb voor jou ook de eeuwige roem, de oorkonde. Met de winnaar van de Gooise bal 2013. Schitterend. Dus die kan je inlijsten en op de schoorsteenmantel. Krijgt zeker een plekje. En daarbij, ook voor jou, 1 bos bloemen. Ja, mooi. En natuurlijk, de beker. Kijk, daar ging het om natuurlijk. Even hard gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel leuk om mee te doen. En nogmaals, echt de creativiteit en het gebruik van rundegehakt heeft bij ons als jury duidelijk de doorslag gegeven. En jouw bal is dat zal mei, juni volgend jaar zijn, een jaar lang de Gooise bal 2013 en een stukje 2014. Ik hoop dat je goed verkoopt. Ik hoop het ook. Het recept is goed, dus dat moet lukken. Dankjewel. Het geheim van een winnende bal. Ik heb me een beetje laten inspireren door het zomerweer. Ik dacht, laat ik de zon in die bal proberen te stoppen. Dus zongedroogde tomaatjes en verse munt. En verder een iets andere bereidingswijze dan de meeste doen, geloof ik. Ik heb hem langzaam gegaard in vleesvol in plaats van in de koekenpan. En dat maakt hem een stuk smeuiger. Het leuke is dat de Gooise bal 2013 tot de Gooise bal 2014 gekozen wordt, een jaar lang bij mij in de winkel verkrijgbaar is. En ook bij Lunchroom Shikara op de voorbaan in Huizen op de kaart staat, waardoor die dus warm geserveerd wordt en kant-en-klaar is. De concurrentie was moordend. Men gaf elkaar geen duimbreed toe. En dan een klein beetje 3. Ja. Nummer 1 moet jij zeggen. Waarom jouw bal? Nou, ik kwam net terug uit Spanje, dus ik dacht ik stop de zon in de gehaktbal. Ja, ja. En vandaar is zorg dat tomaatjes en verse munt. Ik vind het inleveren van zo'n bal, dat is wel kick. Dat is leuk. Dat is dat je de bal kunt brengen, dat is wel hartstikke leuk. Dat is hem, hè? Dan moet je onderscheid gaan maken. Wat maakt deze beter dan die andere? Ja. En de manier waarop deze bal gemaakt is met toch aardig wat vocht en het ei, was dit... Er kwam die bal op tafel en dan zien wij rundegehakt en dan denk je wel van oeh, het wordt weer zo'n droge bal. Dan hebben we weer zo'n droge. En deze was gelijk en wel bij iedereen van wauw, sappig. Sappig met een korstje. Dan is het goed. Volgend jaar kunt u ook meedoen als er gestreden wordt om de Gooise bal 2014. We hopen dat u er dan bij bent.